Vrijdagavond 21 september omstreeks 19 uur gebeurde er op de Edingse Steenweg ter hoogte van de Heirbaan een verkeersongeval. En dat tussen een motor en een bestelwagen. De bestelwagen die in de richting van Nienhove reed botste achteraan op de motorrijder. De motorbestuurder is met zijn verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De schade aan de motor en bestelwagen was aanzienlijk en werden allebei getakeld. Tijdelijk was er een verkeershinder op de Edingse Steenweg en werd het verkeer omgeleid. Nienhove Media is het regionale nieuwsmedium voor Nienhove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhove en de Denderstreek op nienhovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.